Nou ja, vrienden, jullie weten het wel, hè? Maar ik hou van passie en zo. En van inzet. Hè? En dat soort dingen. En drive. En gistermiddag heb ik dat allemaal gezien. Ja, ook in het hele elftal waar ik naar keek. Maar vooral in één persoon. En dat is Michael de Leeuw. Michael, jij. Ja, jongen. Ik heb zo genoten van jou. Ik bedoel, de focus. De wil om te winnen. Die las ik in jouw ogen. Overal was hij. Op alle plekken. Op het veld. Was hij aan het vechten. Aan het knokken voor FC Emmen. Hij zou en moest deze wedstrijd winnen. En hij stond in de verdediging en meter koppen bij hoekschoppen. En voorin was hij en hij scoorde. En hij was ook nog betrokken bij het tweede doelpunt. Het was geweldig. Geweldig, Michael de Leeuw. En daarom, jongens in Emmen. Hey, laat dit binnenkort horen in jullie stadion. Michael de Leeuw. La 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 la